geofencing op basis van webhooks. Wil jij weten hoe je dat kan instellen in Homey? Blijf dan zeker kijken, want in deze video leg ik het je uit. Een tijdje geleden heb ik al eens een video gemaakt over geofencing met If This Then That. En dat heb ik tot voor kort met veel plezier gebruikt. Dat werkte ook wel goed. Alleen de laatste tijd merkte ik dat het steeds meer begon te haperen. En dan kwam ik thuis en dan deed ik de deur open en dan ging meteen het alarm in zijn pre-alarm. Dus dan had ik nog 30 seconden de tijd om het alarm uit te zetten. Natuurlijk niet echt prettig als je na een dag hard werken thuis komt. En dat is natuurlijk ook niet echt de bedoeling van Homey. Homey moet ervoor zorgen dat jouw leven een stukje makkelijker wordt en dat het wel leuk blijft natuurlijk. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een alternatief. En nu heb ik een Tado thermostaat in huis. En die heeft ook een geofence functie voor Homey. En die kan je dan via de app kan je die instellen. Alleen hebben ze sinds kort de app geüpdate. En hebben ze de geofence functie uit de Tado app gehaald. Dus dat is niet meer te gebruiken. Dus toen moest ik op zoek naar een ander alternatief. Nou heb ik een paar jaar terug al de OwnTracks app gebruikt en de SmartPersons app. Dat werkte toen niet echt goed, dus dat was voor mij ook niet echt een optie. Dus toen ben ik verder gaan zoeken. En toen kwam ik bij de Locatieve app uit. En dat is een app voor op je iOS apparaat. En die werkt op basis van webhooks. Dus als jouw telefoon een bepaalde geofence gebied binnenkomt of uitgaat, dan wordt er een webhook aangeroepen. En daarmee kan je dus flows gaan schakelen in Homey. Ik wil eventjes gaan laten zien hoe je die webhooks kan maken en hoe je die kan gaan aanroepen. Dus laten we eventjes gaan kijken naar de link die je nodig hebt om een webhook te kunnen gaan aanroepen. Oké, we zien hier de volgende link. En deze link die is door Atom gemaakt. Alleen die dienen we nog eventjes aan te passen. Omdat jouw Homey natuurlijk wel moet weten dat zij bedoeld wordt als jij deze de link verstuurt. We gaan als eerste eventjes de Homey Cloud ID aanpassen. De Homey Cloud ID die kan je vinden op de developer pagina. En daarvoor ga je naar Tools, ga je naar Systeem en dan zie je hier Cloud ID staan. Alle cijfers en letters tussen de aanhalingstekens die erachter staan, die kopieer je. En die kan je dan plakken in de link. Wil je nou gaan zoeken, die Cloud ID gaan zoeken in de Homey app, dan kan dat ook. Daarvoor open je eventjes de Homey app. En als de Homey app geopend is, ga je naar Tabblad Meer. Dan ga je naar Instellingen, ga je naar Algemeen. En dan zie je daar Atom Cloud ID staan. Als je daar op tikt, dan wordt die automatisch naar je klembord gekopieerd en dan kan je die ook in de link gaan plakken. Nou, dan hebben we deze link en dan kunnen we hier het Homey Cloud ID gaan plakken. Als je dat gedaan hebt, dan ziet jouw link er, als het goed is, als volgt uit. Dus hier zie je het Homey Cloud ID. Dit is overigens niet mijn eigen Cloud ID, deze heb ik eventjes verzonnen. Maar dan weet je een beetje hoe het eruit moet zien. Dus nou ziet als goed is jouw link er ongeveer zo uit. Nou moeten we nog twee dingetjes gaan aanpassen. En dat is het event en de tag. Die kunnen we ook gaan aanpassen. Even kijken. Bij het event vul je locatieve in. Omdat we nu met de locatieve app bezig zijn. Dit kan je overigens zelf allemaal bepalen. Als jij hier wil neerzetten brandweer of koffie of computer of weet ik veel wat voor bordje er neer wil zetten. Dat
Kan allemaal, maakt helemaal niet uit. Alleen je moet dit straks wel weer invullen in de flow die je gaat maken. Voor nu heb ik gezegd de locatieve, dat we met die app bezig zijn. En dan kan je het ook een beetje makkelijk zien. Dat als je deze link ergens voorbij ziet komen, dat je dan weet van, oh, dit is voor de geofence-functie. Dus hier vul je locatieve in. En achter tag vul je home in. En daarmee kunnen we straks gaan onderscheiden welke flow gestart moet worden. Als je deze link hebt gemaakt, kan je hem kopiëren. En dan verander je de tag in away, in de nieuwe gekopieerde link. We hebben straks namelijk twee URL's nodig. Om eentje voor als je het gebied binnenkomt en een als je het gebied uitgaat. Deze links moet je even bewaren, die hebben ze nodig. Laten we nu eerst eventjes gaan kijken in de flow editor voor het maken van de twee flows. We zijn hier in de flow editor en ik heb hier al twee flows klaarstaan. Je ziet hier in de als kolom de logica kaart staan. Een webhoek is ontvangen. Nu vul je bij event vul je locatieve in. En die locatieve die komt overeen met de locatieve die we hier als event hebben opgegeven. Daardoor weet Homey dat deze flow gestart moet gaan worden. Dan gaan we eventjes door naar de end kolom. En daar vul je de logica kaart in is precies. De tag, dat is in this flow tag, die selecteer je. Hier bij tekst vul je home in. Deze home die komt weer overeen met deze home die we hier als tag hebben opgegeven. Daar kunnen we dus straks de flows mee gaan onderscheiden. Als je dat gedaan hebt, dan vul je hier in de dan kolom de mobiele logica kaart. Stuur een pushbericht. Die vul je daar, voeg je daarin. En hier selecteer je eventjes de gebruiker die het berichtje moet gaan ontvangen. En bij tekst vul je gewoon een leuke tekst in die je krijgt als je het gebied binnenkomt. Ik ga je nu nog geen verdere zaken aanhangen. Ik ga je nog niet mijn verlichting of mijn beveiliging of dat soort systemen aankoppelen. Dat doe ik alleen om het te kunnen testen. Dus probeer het gewoon even een paar weken uit. Doe het een weekje, twee weken, misschien nog een maand. Kijk of je elke keer dit berichtje krijgt als je het gebied binnenkomt. En als dat zo is, dan kan je er later altijd nog wel weer dingetjes aan gaan hangen. Alleen mocht het nou niet werken en je gaat er wel vanuit dat het werkt, dan kan het zijn dat je huis misschien niet beveiligd is of dat de verlichting niet uitgaat. En dat is natuurlijk niet echt wenselijk. Als je deze flow gemaakt hebt, kan je hem opslaan. En dan kan je hem gaan dupliceren. Dan gaan we nog een flow maken voor als je weggaat. In de als kolom kan je de kaart gewoon laten staan. Hoef je niks aan te veranderen. Omdat in de link hebben we als event locatieve. Die komt overeen met hier zo de locatieve. Dus dat blijft hetzelfde. Alleen de onderscheid hebben we in de tag gemaakt. Dus hier in de end kolom daar verander je de tekst. Away, hier zo, die verander je in, dit is eigenlijk dan home, die verander je in away. En in de dan kolom, daar pas je ook eventjes tekst aan, een leuke tekst voor als je het gebied uitgaat. Als je deze flow gemaakt hebt, dan kan je hem ook op gaan slaan. En dan ben je klaar in de flow editor. Gaan we eventjes kijken in de iOS app, wat je daar allemaal moet instellen. Oké, we zien hier de locatieve app. En die gaan we eventjes openen. En dan zie je een leeg scherm. Hier moeten we je de locatie gaan toevoegen welke je wil gedetecteerd hebben. Dat doe je door op het plusje in de rechterbovenhoek te tikken. En nu zoals je zo nou ziet gaat hij automatisch jouw locatie opzoeken. Daar moet je even op wachten. En als hij dat gedaan heeft, dan hoef je daar eigenlijk voor de rest niks meer aan te doen. Nu zie je onder location staat radius en location ID.
Die slider die kan je gaan schuiven naar ongeveer het midden van de balk. En dat is om de radius aan te passen van het detectiegebied. Ik zou hem voor nu over het midden zetten, dan heb je hem niet te groot, heb je hem ook niet te klein. Mocht het nou niet goed werken, dan kan je hem altijd nog aanpassen. Maar voor nu zou ik hem op het midden zetten. Als je dat gedaan hebt, gaan we bij HTTP push kijken. En dan zien we twee triggers. Een trigger on arrival en een trigger on departure. Bij de trigger on arrival ga je de link invoegen met de tag home. Zoals deze tag. Als je dat gedaan hebt, dan kan je bij de trigger on departure de link invullen met away. En als je dat gedaan hebt, dan tik je op save. En dan wordt die opgeslagen. En dan staat hier de locatie die jij hebt ingevoegd. Nu zie je ook nog een tabje onderaan het beeld naast locaties met events. En daar kan je alle events zien wat hij heeft gedetecteerd. Dus wanneer je bent binnengekomen, wanneer je bent weggegaan. Dus ik kan het een beetje in de gaten houden of de app hetzelfde doet. En als je natuurlijk nou een berichtje krijgt terwijl je een gebied binnenkomt of uitgaat, dan weet jij ook of Homey werkt. Zo stel je dus locatieven in. Op je iOS en in Homey. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren. En druk meteen op het belletje, zodat je elke keer een notificatie krijgt als ik een nieuwe video plaats. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe.